Heb je deze avond ongetwijfeld anders voorgesteld? Ja, gezien het begin van ons, de eerste 30 minuten denk ik, tot aan de rode kaart, had ik het zeker anders voorgesteld. We begonnen goed, we speelden sterk, creëerden wat kansen. Dan komen we met 10 man te staan en dan wordt het wel heel moeilijk. Ja, je zegt er nog terecht de eerste half uur van jullie de bovenliggende partij en je had ze lekker onder druk. Ja, begonnen goed wat ik zei, goede druk naar voren, constant de tweede ballen pakken, we stonden goed. We lieten de bal gaan, we creëerden kansen. Alleen ja, dan is het zuur dat je toch 10 tegen 11 komt te staan. Dan is het in de 30e minuut Lerin Duarte die er eventjes niet kan beheersen. Ja. Scheidsrechter ziet het niet, grensrechter ziet het wel. Ja, ik moet het nog terugzien, laten we dat vooropstellen. Maar ik vond dat het aan twee kanten ging, want er was gefloot en hij schoot nog een bal in het gezicht bij Ler. En daar treedt hij dan niet tegen op en wel tegen Ler. Of het rood is, weet ik niet. Dat zullen we zien aan de beelden. Nou, we hebben de beelden een aantal keren teruggezien, maar hij maakte wel een slaande beweging en hij raakt hem, dacht ik hoor. Oké, ja, dan zal het zo zijn. Alleen vind ik nog steeds dat je aan twee kanten moet optreden. Mm-hmm. Wout Rossen, eindelijk speel je weer een keer in de basis en dan gebeurt je dit. Ja, en met dit bedoel je ten eerste een nederlaag, denk ik. En, ja, ik vond het een rode kaart, vond ik zo zonde. Want inderdaad, ik ga een mooie wedstrijd neerzetten en dan met z'n allen. De sfeer was goed vooraf. En, ik denk de eerste 20 minuten ging gewoon goed en ja, dan kreeg ik een rode kaart en dan was de wedstrijd heel anders. Ik moet zeggen dat we toen nog wel goed oppakten, want in de counter waren we nog gevaarlijk, in ieder geval dreigend. Maar uiteindelijk zie je dat we toch een man tekort komen en zo jammer is dat. Ja, ik vind dat we voornamelijk van onszelf hebben verloren, maar dat doe ik met name die rode kaart die we krijgen. Die rode kaart was een keerpunt in de wedstrijd, want daarvoor waren jullie de bovenliggende partij. Nou, ik vond daarna in de eerste helft ook gewoon dat we er een paar keer gevaarlijk uitkwamen met de mogelijkheden. Maar uiteindelijk is dat wel ons fataal geworden, ja. Begrijp jij waarom Duarte die overtreding maakte? Ik denk niet dat het handig is om dat te gaan leren begrijpen, want dat is gewoon niet goed. Dus nee, dat begrijp ik niet. Dus ik denk dat leren dat uiteindelijk zelf ook niet begrijpt waarom hij dat doet, maar het zal wel iets impulsiefs zijn. Volgens mij moet je gewoon altijd alle tijden in de wedstrijd beheersen. Sowieso van niemand anders afblijven. Daar dacht men hier vandaag anders over. Goed, scheidsrechter zag het niet. Grensrechter zag het wel. Maar die zag niet wat daarvoor gebeurde met Bruno. Ja, maar dat is zoals het is. En dan nog moet hij beheersen. Dan zou die Bruno waarschijnlijk een gele kaart hebben gegeven. Maar dat wil niet zeggen op het moment dat ze nog wat bij jou doet, dat je dan de vraag hebt om te slaan. En dan krijg je direct naar rust, krijg je direct al een doelpunt tegen. Zink je dan de moed in de schoenen? Ja, mijn moed is niet in de schoenen gezonken. Ik vind ook dat de jongens hebben gevochten als leeuw. Alleen er zat gewoon niet meer in vandaag. We zijn op zoek gegaan naar doelpunten. We hebben nog hele grote kansen gehad met Samuel in de tweede helft en met Daryl van Michem. Dus absoluut niet. Alleen dat we gewoon niet goed doen met elkaar. En dat moeten we ons wel kwalijk nemen. Daar moeten we wel goed naar kijken. We geven die doelpunten wel heel makkelijk.